schade aan bossen door stormen en droogte. Parkeertarieven in Nijmegen gaan weer omhoog en een kasteel op een boot met een pony erop. Dit is het RN7 Regio Nieuws van donderdag 6 oktober. Het houtkapseizoen begint bijna. Het moment waarop natuurbeheerders de balans opmaken van de staat van de natuur. Bosbeheerder Pieter Westerhof ziet hoe zeer zijn bossen schade hebben opgelopen door stormen en door de droogte van afgelopen jaren. Die storm zijn momentopnames, maar die droogte, dit is het vierde jaar van de vijf dat we extreme droogte hebben, ja, die geeft echt wel die laatste sporen van na. Wat je hier de afgelopen jaren hebt zien veranderen is de boomsoorten samenstelling. En dan in eerste instantie door de droogte en daarna door keveraantastingen. De droogte doet wel het meeste, want die doet op veel meer boomsoorten heeft die een effect. Deze fijnspar die hangt helemaal scheef en die, eigenlijk door de droogte is de hele kracht uit die boom. Bij de eerstvolgende dunning zal deze dus wel meegenomen worden omdat die hier boven het pad hangt. Straks breekt die af en dat zal precies boven het pad zijn, dus dat soort risico's willen we niet nemen. Precies waar ik sta zo'n beetje? Precies waar jij staat ongeveer, jij staat niet heel veilig. De schade is behoorlijk fors, ja. Als we het bos van bovenaf zouden bekijken, wat zouden we dan zien? Meer open plekken. Toch wel heel veel droogteschade, dus indroging van bovenaf. Dus de niet zichtbare schades die je vanuit de onderkant niet ziet, die zie je vanaf de bovenkant natuurlijk wel mooi. Dus die ga je echt wel zien. En komend jaar doen we 2000 loofhoutsoorten implanten. Dat verandert wel iets in je bossysteem. En de wereld ziet er heel anders uit. En dan moet je eigenlijk een beetje zien met een vaas waar bloemen in staan. Op een bepaald moment staan de stengels niet meer in het water. En dan kun je er nog wat water bij gooien. Maar ze zijn verdroogd. De parkeertarieven in Nijmegen worden duurder. Dit zou gelden voor zowel straatparkeren als parkeren in parkeergarages en op parkeerterreinen. Voor het parkeren op straat zullen de kosten gemiddeld 30 cent omhoog gaan. Ditzelfde bedrag geldt voor parkeergarages en parkeerterreinen met een kort parkeertarief. Bij dagparkeertarief is deze stijging 3 euro. Tarieven voor bewoners- en bezoekersvergunningen zullen gelijk blijven. Dit allemaal zal ingaan in 2023. Music Meeting Festival heeft een nieuwe artistiek leider. Sinds 1 oktober heeft Martina van Nieuwland het stokje overgenomen van haar voorganger. Van Nieuwland komt zelf uit Polen. Daar heeft ze 9 jaar lang ervaring op gedaan als artistiek leider. Ze staat bekend als een vooruitstrevend programmeur met een brede nieuwsgierigheid naar ontwikkeling in muziek over de hele wereld. De volgende editie van Music Meeting Festival is komend voorjaar. Een kasteel op een boot en een pony op het dek. Een middeleeuws kasteelboot is afgelopen week in de Nijmeegse haven aangekomen. De boot ligt er tot 14 november. Maar waar is dit nu eigenlijk voor bedoeld? Dat is bedoeld, nou, ten eerste voor mij dus om erop te leven dan. Hè. De mensen daarvan kunnen, ja, dat ook mee kunnen krijgen. Hè. En dat ze dus hopelijk dan binnen kunnen komen dus, hè, om dat van binnen te zien dan. Hè. Op de boot kan je zien hoe mensen vroeger leefden. Ook zijn er opgezette dieren, harnassen en verschillende wapens te zien. Kort te maken, dat is mijn kinderdroom dus. Hè. Ik ben sinds als kind al was ik al gek van ridders. Hè. En dan moest ik ook iets bijzonders als ridder dus. Hè. En dan wou ik naar de mensen toe, maar niet zomaar dan. Hè. Dan wil ik de zo doen, heb ik gedacht van een kasteel op land, dat is dan niets. Dus, hè, want dan moeten de mensen naar mij toe komen, maar ik moet de mensen dienen dan. Hè. Dus zodoende heb ik gedacht, van dan bouw ik een kasteel op een vlot. Maar het is een schip geworden, dus hè, vandaar de naam Vlotburg. Ja, dat is mijn droom in een wereld. Dus, hè. En om als ridder te leven, en het is heel belangrijk natuurlijk, dat als ridder, dat je heel wat bijzonders dus hebt. Hè. En om zo'n bijzonder iets, ja, dat creëer je niet zomaar dus, hè. Vandaar dat ik het zelf moest bouwen dus, hè. Wat maakt de boot nou zo bijzonder? Ja, je maakt iedere keer wat mee dus, hè. Ja, en wat er heel bijzonder is wat je meemaakt. Ja, de bouw ervan is heel bijzonder dus, hè. Want ik heb hele oude balken van 600, 700 jaar oud die ik erin verwerkt heb natuurlijk dan, hè. Dus, zo'n 60 ton dus aan hout en zo dan, hè.
Dus ja, en dat is daar natuurlijk heel bijzonder om dat allemaal zo te creëren als mijn droom dat aangaf dan. Hè. Wederom was het vandaag weer een prachtige herfstdag. Het was lekker genieten als je erop uit kon of een terrasje kon pakken en genieten van de najaarszon. Met 17 graden was het ook aangenaam in de zon. Ja, morgen hebben we bijna hetzelfde weertype als vandaag. Wel is er wat meer bewolking en in het uiterste noorden kan er ook een drupje regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. Temperaturen morgen weer 17, 18 graden in Nederland. Morgenavond bereikt vanaf het westen wel een regengebied het land. Ja, zoomen we even in op onze regio, dan blijft het morgen overdag droog. We hebben een mix van wolken en zon. Bij ons kan de temperatuur weer oplopen naar 18 graden. In de late avond en vooral in de nacht hebben we dan te maken met het regengebied. Het weekend dan, met op zaterdag vooral in de ochtend nog kans op wat gespetter. Maar later is het droog, het wordt dan 16 graden. De zondag verloopt droog met veel zon, dan stijgt het kwik weer naar 18 graden. Maandag droog en met een mix van wolken en zon en kans op een bui. Tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten en download de RN7 app. Bedankt voor het kijken en morgen zijn we er weer. Graag tot dan!